Zondagmiddag heeft Museum Boijmans van Beuningen last ondervonden van de vele regen. Achter het museum gelegen vijver liep door de grote hoeveelheid regenwater over. Het water stroomde in de richting van het museum en sijpelde via een wand van glas het museum binnen. Het water komt in een facilitaire ruimte terecht en heeft tot nu toe geen gevolgen voor het museum. Volgens de directie van Boijmans is de situatie onder controle. Mocht dit veranderen, dan staat er een team klaar om de kunstwerken uit de zaal die gevaar loopt te verwijderen. De werken staan in vitrines op zo'n anderhalve meter boven de vloer. De hulpdiensten hebben met behulp van een grote dompelpomp het water uit de vijver gepompt naar een in de buurt gelegen singel. Om zo op die manier de overlast in het museum zo ver mogelijk te voorkomen. Zondagavond was het gevaar nog steeds niet geweken voor het museum. Op een tweede plek kon het water naar binnen sijpelen. Daardoor is de kelder blank komen te staan. Alle aanwezige werken en boeken worden veiliggesteld door de brandweer en medewerkers van Boijmans van Beuningen.